zo, ik ben al onderweg naar mijn moeder toe. En ga ik even daar gezellig eten. En dan zien we voor de rest wel. Dan wacht op die auto's. Ik vind dat zo link. Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pad, zoals iedereen weet. Ik denk dat jullie alvast allemaal weten dat eigenlijk waar ik nu voor me sta ook een spiegel staat. Maar in de nacht wou ik even eruit. Wou ik even wat we drinken. En toen gebeurde dit. Ik weet niet of jullie kunnen zien om het barsten. Ik heb die te laten vallen. Ik weet niet of ik het heb gedaan of niet. Maar ik liep precies hier de hoek om en boom. En zo erg dat zelfs, even kijken, waar zit hij? Daar. Nu ook een gat zit. Daar kan je nu ook aan ruikt. En ik heb toen gelijk, trouwens ook gelijk alle scherven even opgeveegd. Maar ik vind het wel zonde. Daar bouw ik wel een beetje van dit. Ja. Dat is wel lekker handig voor mij. Ik ga nu even lekker klaarmaken. Om dadelijk de laatste dag te werken. Maar ik ga ook even wat pakken. En dat is deze armband. Wou ik hebben. En dan gaat er naast meneer in bed. En dan ga ik ook lekker radio aanzetten. Ga ik dat ook doen. Laten we dat gelijk ook even doen. Even lekker wakker te worden. Hoppakee. Die staat aan. Die staat aan. Lekker muziek. Top. En bakje koffie. Ik zat net lekker TikTok kijken. En zelfs Feyenoord heb trouwens TikTok. En dan zie ik beelden. En dan zie ik sfeerbeelden voorbij komen. En denk ik, oh mijn god, wat heb ik weer zin om een sfeer te zien. Van lekker zingen. Lekker, ja, gewoon Feyenoord toejuichen eigenlijk. Of gewoon eigen, of ik denk dat jullie ook hebben, eigen club toejuichen. Dat heb ik nu ook. Ik heb er nu meer neigingen en ik weet dat volgende maand alweer eerste oefenwedstrijd is voor Feyenoord. Feyenoord Twente en daarna een week later Feyenoord Sparta. Ik ga dat sowieso kijken en ik zie de woorden op mijn telefoon afgaan. Ik heb er ongelukkig, dus laat even weten of jullie er ook in zin hebben. Ik in ieder geval wel. Ik kan er nu niet wachten. En ik ga vanavond na lange tijd lekker uit eten. Bij een super lekker pizza restaurant in Alphen. Ik heb er nu al zin in. Dus ga ik daar gebruik van maken. En eerst lekker nog een bakje koffie drinken. En waar ik dat ga eten, dat gaan jullie al vanavond horen. Maar jullie zien er voor de rest wel vandaag hoe het al gaat lopen. In ieder geval nu even lekker nog een laatste bakje, ik denk een laatste bakje latte macchiato. En daarna ga ik op naar de normale koffie, want die is op. Latte macchiato. Maar maakt niet uit, het kan gebeuren. En ik zit lekker te wachten op mijn render die in een vlog. Die is al bijna klaar over. En dan gooi ik alleen even lekker deze gordijn open. Dus laten we het even lekker doen. En ik heb echt ongelooflijk normaal zin in. En ik zie dat er al een beetje donkere wolken zijn en het niezert. Dat zie ik al. Baba. En Gaia komt even gluren. Hè? En Gaia. Licht. Wil je lekker gekoeld te worden? Lekker aaien. En dan ga ik daar hopelijk niet dat ik door deze bagger weer naar buiten moet eigenlijk. Daar zit ik niet op te wachten. Maar het niet zo droog. Dat is de enige kant ik kan zeggen. 10 minuten en dan moet ik weer richting mijn werk toe. Maar ik heb snel even 2-3 handdoeken even snel gewassen. Die ga ik vanavond ophangen. En dan klaarmaken om dadelijk naar mijn werk te gaan. Wat ik ook nu ga doen is even snel mijn water vullen. Al is hier wel gevuld. Een beetje. Maar ik heb wel uit gedronken natuurlijk. Maar dan ga ik even koud water invullen. En dan lekker in de koelkast zitten. Voor vanavond. Want het zat lekker. Om lekker koud water te drinken vind ik altijd. Dus vandaar dat ik het nu ook even ga doen. Zo. Even vullen. Oké, klaar. En dan lekker in de koelkast zetten. En dan heb ik lekker koud water. Heerlijk is dat. Dus ga ik even in de koelkast zetten. Oké.
Ik was zo slim geweest om een zakje te openmaken. Ik dacht, oh wacht. Ineens automatisch deed ik een zakje open. Maar dan zit ik weer in de koelkast. Want dan ga ik die van vanavond voor Gaia gebruiken. Want Gaia moet vanavond weer eten natuurlijk. Dus ik ga naar mijn werk. Eten van aan Gaia geven. Maar dan gaan jullie allemaal zien hoe het allemaal gaat. Nu maar even klaarmaken om naar mijn werk te gaan. En dan lekker weekend. Nog 3 minuutjes. En dan naar mijn werk. Zo, ik ben al onderweg naar mijn moeder toe. En ga ik even daar gezellig eten. En dan zien we voor de rest wel. Dan wacht ik die auto's. Ik vind het zo link hier met die parkeergarage, al die auto's. Je moet dat dan goed opletten hier zo, voor je het weet word je aangereden. Nou, kijk, ik mag overstreken, dat is mooi. Maar ja, ik vind het gewoon hier, dit stukje vind ik gewoon letterlijk link. Gewoon, sommige auto's stoppen, sommige niet. En dan moet je een beetje, moet je nadenken van, kan je nou oversteken of kan je nou niet oversteken, weet je. Maar ja, wat ik al zei, ik ga dan weg naar mijn moeder. En dan ga ik daar lekker eten. Ik heb er nu al zin in. En voor de rest. Ik ken net wat ik ook net trouwens gedaan heb. Snel even andere schoenen aangetrokken. Dat zijn deze schoenen natuurlijk. En snel even Ganja eten gegeven. En dan moest ik ook natuurlijk eten. En nu weer richting mijn moeder toe. Dus laten we snel maar gaan. Let's go. Na lange hele tijd regenbui. Merk ik nu dat heerlijke warme zonschijn. Dat is zo heerlijk wat er is. Ik zag het in genieten. Het is nu al vrijdag, voor jullie nu maandag natuurlijk. Maar het is ook heerlijk weer dat heerlijk zonschijn. Ik heb net lekker al gelijk jasje uitgetrokken. Dat is ongelooflijk heerlijk. Daar geniet ik gewoon van. En dan in de avond, 5:00. Want het is als het goed is net 5:00 geweest. Ja, al bijna 5:30 zelfs. Moet je nagaan. En ik ben nu onderweg nog steeds naar mijn moeder toe. En dan, wat ik al zei, ja, eten. Dus terklaar dadelijk lekker buikje vullen. Zo, ik heb lekker heerlijk gegeten. Lekker alvast rolgordijn neergedaan. En klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Want het is al 11:00 geweest. En nu ga ik klaarmaken om lekker te slapen. Dus, ik weet niet wat ik hier nou ineens aan het doen is. Die zijn lekker te snuffelen. En ik kan niet wachten om maandag al die shit aan te trekken. Maar wat ik ook wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Ik heb in ieder geval wel lekker gegeten in ieder geval. En nu ga ik lekker mijn bedje in. Dus jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zo tot zover als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers. Groen heel vlog. Om 1:00. En dan zeg ik hierbij. Dus. De shirts zijn binnen. En die liggen hier zo. In de emmer, want er moest in koud water in de azijn. Stond erbij, dus dat had ik net gedaan. En ik ben toevallig weg.